China heeft een schuld van Suriname ter hoogte van 12,3 miljoen US-dollar kwijtgescholden. Tevens heeft het land Suriname opnieuw een lening gegeven van 200 miljoen US-dollar. Deze lening is bestemd voor de uitbreiding van de Johan Adolf Bengel luchthaven. Deze mededeling deed minister Gilmer Hoefdraad van Financiën afgelopen zondag tijdens de persconferentie van president Desi Bouterse. Na terugkeer uit China. Het staatshoofd is op die bijeenkomst ook kort ingegaan op het vonnis van de krijgsraad. De president is veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Hoefdraad gaf verder aan dat er ook een andere lening gesloten is ter waarde van 100 miljoen US-dollar. Deze lening is bestemd voor de oeververdediging te weg naar zee. Verder heb ik namens het ministerie van LDC getekend protocol on inspection, quarantine en veterinary sanitary requirement for wild marine fishing. Aquatic products to be exported from Suriname to China. In dit protocol zijn afspraken tussen het ministerie van LPV en de General Administration of Customs, de douane, van de People's Republic of China, door middel van vriendschappelijke consultaties met betrekking tot inspectie, quarantaine, planetaire, sanitaire voorwaarden bij wild marine fishing aquatic products voor menselijke consumptie. Dat zal voor ons een boost zijn, want op die manier zullen wij veel meer kunnen exporteren met natuurlijk de nodige verificatie door de inspectiecommissie van beide kanten. Het is een protocol van 5 jaar, wordt automatisch verlengd met 5 jaar. En hier in Suriname is het Visservice Instituut belast met de implementatie. En die zal in feite de Veterinary Health Certificate uitgeven. Hoefdraad heeft namens de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie ook samenwerkingsovereenkomsten getekend ten aanzien van het Dalian 5-project. Dit project moet nog diepgang krijgen. Namens het ministerie van OW getekend amendment naar het constructiecontract tussen het ministerie van OW en Dalian, wat wij noemen Dalian 5. Er zijn een aantal protocollen op basis van de discussie tussen het ministerie van OW en Dalian in feite naar voren gebracht. Dat is niet getekend op de dag van de bilateral met president Xi, omdat dit proces nog gaande is. De financiële kant zal nog moeten komen, maar tenminste de technische kant is volledig in feite met elkaar overeengekomen. De eerste fase van het project gaat om ongeveer 100 miljoen. En de tweede fase van het project gaat om ongeveer 200 miljoen. Minister Gilmer Hoefdraad van Financiën afgelopen zondag te Cola Creek tijdens de persconferentie gelijk na aankomst van president Desi Bouterse en delegatie uit China.